Ready? Ja. Is je traumatisme voor Wat een geweldige bloep is dit. I know, het is fucking irritant. De allervetste reviews, previews en special reports. Dit is Stargamers. Yo, gamefans van Nederland en omstreken, welkom bij een gloednieuwe aflevering van Rocket League. Zowel hier op Stargamers als op Cortex Gaming uiteraard. Ik ben hier weer samen met Angel, met wie anders. Ja. Ja. Neem zo'n momentje even, zo'n momentje in de schijnwerpers. We gaan vandaag in ieder geval twee potjes doen. We gaan eerst beginnen met 2 tegen 2, gewoon even om lekker in te komen met al een tijdje niet gespeeld. En dan gaan we vervolgens weer eens lekker Ultimate Chaos doen om af te sluiten. Dus we zien jullie zo bij het eerste potje. Oké, we moeten tegen een Mad Panda. Ah nee, gekke panda's! We moeten tegen gekke panda's. Huh? We moeten tegen panda's. Ook is hij eentje. Dat is niet eerlijk, hij heeft sowieso een voordeel, want hij is met meerdere. Hij is sowieso met panda's. Ja, dus hij heeft sowieso drie man zometeen. Oké, shit, gaat weer nergens. Maar hij heeft een hogere ping, dus... Heeft hij hogere ping? Ja, 72. Ik sta er recht voor trouwens. Ik hoop dat mijn controller goed... Oh, sorry. Ik moet weer even wennen, want ik speel met een andere controller dan normaal en dat kun je wel zien, oh. Ja, ik heb net nog even training gedaan ondertussen. Ja, maar het is een fucking lang geleden, dus ik denk dat ik een fucking spel heb gespeeld. Nee! Oké, we falen. En hard. Althans. Ze haalden de bal mooi even naar doel uit, zelf eigenlijk. Oh. Oh. Ja! Oh! Oh! Oh. Oh, 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 nee, nee, ik heb hem het doel in geschoten. Uh-oh. It's something. Nee, ik vloog het doel in. Nee, ik raakte hem en hij vloog het doel in. Oh, wauw, ik faal echt zo hard. Nee! What the fuck? Iets ontplofte, maar ik weet niet wat. Je blies iemand op. Hey, altijd goed. Bam! Ja hoor! Oké. Zo noemen we dat, gewoon even solo, hè, solo, van de een en andere kant. Ja, heel graag. Solo. We hebben nu allebei datastream. Dat is fucking. Ik heb wel een andere auto. Ik steeds meer op elkaar te lijken. Ja, ik heb wel een andere auto genomen dit keer. Oh! Ah, als die gast er niet voor stond, had ik er ook gewoon in gebeten. Nee, ik kan er niet bij. Ik faalde mijn airtime. Je airtime? Ja, ik ging naar beneden in plaats van naar boven. Oh, kut. Ik wou zeggen not today. En toen kwam ik een voorzet voor de tegenpartij. Oké. Okay. Ah, ik lig op mijn rug. Maar ik heb hem ook weggered. Nee, nee, nee! Iemand zat bij mij in de weg, anders had ik hem weg kunnen halen. The fuck happened there? Krokofant? Wat? Hij heet Krokofant. Noem hem kroket, oké? Okay? Kroket, oh. Hij is kroket. Gaat, zal er wel ingaan, dat kroketje. Ik ben witte bal gaat er ook altijd weer in. Ik ben echt chaos mode gewend, ik weet niet waarom. Maar zeg niet meer van die goede tactieken en zo. Alles is chaos mode. Met ons? Jop. Ja! Gewoon omdat we er ook echt gewoon niet goed in zijn of zo. Nope. En omdat we ook totaal niks afspreken, we rammen maar gewoon wat. Juist. Ja, maar dat is het meest dan. Oh, dat voor. Winnen. Voor victories. Hoe zeg je dat in het Nederlands? Overwinningen. Juist, dat woord zocht ik. Ik kwam er even niet op. Oh god. Nee. Oh? Hij. Please me op. Je haalde die bal weg en hij dacht, nee, ik heb niet gekregen, dan krijg ik niemand hem. Ja, zoiets. Kinderachtig. Kom hier met die bal. Voor? Ah, kut. Ja, ik ben er niet. Maar hun zaten het. Hey, eentje. Hey. Wat is er? Oh, wat doe ik? Nee. De zooi. Pak zooi? Dat is goed, hè. Ja. Ik wou pokkenzooi zeggen, maar dat lukt niet. Ja, wat is mijn falen? Ja, vliegen! Oh! Zag dat? Oh, die voorzet? Nee! Oké. Shit. Vervuild ik. Weg! Oh, iets voorachtig. I guess? Ik wist niet of die voor zou komen of niet. Focus. Ja. Ja. Nice. Oh ja. Oh ja. Ik weet niet wat daar gebeurde, maar... Ik ook niet. Ik heb geen idee, maar het werkte dus. Fucking jongens. Het duurde ook gewoon... Het duurde best wel lang. Gewoon 2 minuten voor het doelpunt. Maar
Hij raakte hem nog aan, die andere knakker, hè? Ja. Gisteren toen ik met Danny speelde, kregen we het gewoon voor elkaar in chaos mode. 3,5 minuut lang niet scoren. Wauw. Terug. Oh, kut. Ja, terug. Inderdaad, maar niet die kant op. Epic saves. Was dat een save? Nee, dat was maar. Oh, zag die controle, jongen. Hey, hufters. Een beetje mij opblazen, hè? See all the fire. Ah, oh shit. Ze trok ook allebei er echt volledig handig door. Haal die bal weg. Nee, oké. Okay. Waarom spelen we zo slecht, joh? AI, waarom deed je niks? Ik probeerde hem weg te beuken, maar ik ging voorlangs. Ja? Nee. Ik snap al hoe het komt. Je hebt een engelhaaielootje over je hoofd zitten en niet een propellerpetje. Ja. Oh, dus ik ben gewoon zo vriendelijk dat ik... Nee, je hebt gewoon het verkeerde hoedje op. Nee hoor. Ja, neem die bal dan mee, sukkel. Doe ik het zelf alweer. Auw. Ik gaf jou een zetje. Hoppa. Die was nog best mooi afgewerkt. Die was best mooi afgewerkt. Kijk, ik gaf jou een zetje. We zijn weer lekker op dreef. Hoppa. Netjes. Netjes, sta ervoor. Mooi. Rasta. Wow, ik ging snel. Ja, nog 1 minuut. Ik kan klok kijken. Hey! Wat deed jij nou weer? Ik raakte jou niet aan. Nee, maar ik wou die bal aanraken en toen kwam jij ineens. Poef! Oké, we hoeven op zich niet te scoren, zolang hun maar niet scoren. Ja, maar dat gebeurt vast en zeker. Shit, ik ging er voorlangs. Uh-oh. Oh! 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 Ik was die een millimeter midden. Oh shit. Nou, oh shit. Dat was rechts, ik weet niet waar die heen moest. Links, oh. Rechts, ik weet het niet. Ik had iemand opgeblazen. Ik zag. Oepsie. Maakt niet uit. Huh? Huh? Wat de fuck doet die kroket? Hij deed echt niks. Oké, we hebben verloren, ik snap hem. Kut. Niet in de laatste seconde. Jongens! Het kan een seconde duren! Hé, eindelijk! Hoe lang kan een fucking seconde duren? Oh my oh, god. Oh yes, ik heb het laatste hoedje unlocked. Een taxi. Ik heb alien helm antenne. Oké. Okay. Nou ja. Okay. Tot zo! Ja, tot zo bij Chaos. Oh, kut. Chaos mode. Oh god. Fuck. Oké, ik heb propellerhoedje weer. Goed zo. Servers zijn nog steeds offline, though. Yay. Ga ik maar even kluit spelen, weet je wel. Yo, we zijn weer terug bij Chaos mode. Althans, als de laatste personen willen laden. Yes, we gaan beginnen. We zaten net bijna 10 minuten te wachten, omdat de servers vol waren. Ja. De servers waren gewoon fucking online. Ik sta midden, maar dat boeit toch niet. Dat boeit nooit met dit. Niks boeit met de... Ey, ik word gelijk geraakt door mijn eigen team, oké. Ja, ik sta voor... Oké, fuck. Hey, ik deed normaal de verkeerde kant op, maar ik deed normaal. Net to the elephant. Well, that went fast. Ik weet niet of ik hem erin heb geschoten of niet, maar God, ik probeerde een omhaal te doen. Ik probeerde hem eruit te halen, maar ik was net iets te vroeg. Nee, iemand anders was er toch nog voor. Oeganda. Dit gaat al goed. Jee. Ah. Yo, swing it! Totale ontploffing hier. Oh god. Nou ja, de bal gaat nu tenminste de goede kant op. Oh ja. Oh ja. Oh nee. Oh nee. Never mind. Het is echt zoiets van, oké, ze geven een prachtige voorzet. En die je normaal zou kunnen halen. Nadeel is alleen wel dat er altijd drie van hun spelers voor zitten. Opa. Oh, wow, die was netjes weggewerkt. Ah. Oh shit. Damn! Ik wil eigenlijk gewoon op de man spelen, mag dat? Nou, probeer op de auto zou ik zeggen. Bedoemd.
Ze pakken iedere keer net die boost van mijn neus weg. Dankjewel. Ik zag dat jij dat was, of niet? Oh. Niet meer dat sessie gehad. Oh. Wat deed jij? Weet ik niet, maar jij scoorde hem bijna in ons doel. Nee hoor, Oeganda deed het. Woehoe, kijk, ik ben een draai op mijn band. Oh, jongens. Dit... Waarom doen we Chaos Mode? Ja, ik weet het niet. I don't know. Het was mijn idee. Oh. We konden niet kiezen tussen of 2 tegen 2 of Chaos Mode. Nou ja, we hadden bij 2 tegen 2 moeten houden blijkbaar. Ik denk het wel, ja. Hadden we tenminste nog iets van een kans. Maar, oh, wauw. Boste jij nou, ja? Ja. Simpel, dat was process of elimination. Ik zag die andere twee van ons team namens vormen. Dus ja, dan moet jij het worden. God, pokkerzooi. Gaan we in? Adem maar. Damn, son. Iemand zei car wakkerstakkerstakkerstakkerstakkerstank. Bitch, fat. Car wankskus. Jet gaat los, man. You should take the bus, mate. Dit is geniaal! Ik weet niet of hij tegen mij had, waarschijnlijk wel. Waarschijnlijk tegen ons allemaal. Oh. Kan ik hem kill stealen? Oh! Hey, never mind. Haal hem er gewoon op het laatste fucking seconde maar eruit. Doe dat maar gewoon. Want wij zijn geen mensen. Hier, omhaal, bijna raak. Als die had gezeten, hè? Dan was het wel geweldig. Als die raak was geweest, had hij gezeten, hè? Maar dat was hij niet. Ik heb ruzie met iemand van de tegenpartij. Wij hebben ik met z'n achter ruzie. Zo, opgediept. Ik won. Wie was dat? Ja, wie denk je? Hé, ik ben aan het battle met I Touch Myself. Eeuw. Nee, kijk maar! Dat kun jij niet zien, maar de mensen wel. Oké, ik ga al wat doen. Hij heeft wel de Fast and the Furious wagen. Back to the Future. Waarom doe je Fast and the Furious? Ja, die twee... Auw, gedag. Jongens, kunnen we de kant van de tegenstander op krijgen misschien met z'n allen? Ha, ik heb iemand gedemolished. Ja, ik zag het. Nu die je doel nog demolishen met die bal. Jongens, dit is toch geen teamwork? Het is niet echt de bedoeling dat teamwork zit in Chaos Mode. Daarom heet het ook Chaos Mode. Maar... Chaos Mode is alles behalve teamwork. Zo, en hoe? Het is gewoon iedereen op die bal en we zien wel waar die heen stuiten. Meer is het niet. Ik had hem net mooi gestopt, maar dat was ook alles. Uh-oh. Ik had een save. Ik heb die bal volgens mij niet eens aangeraakt, dit potje. Tenminste, nou, het gevoel krijg ik. Nou, dat doe je niet veel slechter dan ik, ja. Oké. Ik heb volgens mij ook één keer aangeraakt of zo. Jee, dit is een doelpunt! Ik kan me niet meer schelen, dit doelpunt wel vind ik cool. Oh, jongens. Ja, we staan er toch al zo ver achter. Gaan we gewoon turtelen dan? Wat? Op je rug liggen en rondjes draaien? Ik ga niet turtelen, nee, dat doen we dat niet. Dat deed ik met Danny, was ik zat er echt voor, Nobody cares. Vooral even niet. Hey, je hebt me wel geholpen naar hun kant. Ja, dat... Oh. Oh, dat niet veel geschild, omdat ik het enige doelpunt van het hele spel gemaakt voor ons. Dat was zo close. Damn. Zo close. Uh-oh. Oh, dat was nog eens een redding, I guess. Uit verdediging, althans. Uh-oh. Ik schoot hem letterlijk via onze paal, verdedigde ik hem uit. It was a risky move. Oh, wow. Wat gebeurt er daar? Wat gebeurt er met mijn auto? Oh, shit. I don't know. Iemand werd opgeslagen. Shit. Ik vloog letterlijk naar de andere kant met mijn boost. Ja, nog 1 minuut. Ik snap hem. Nog 1 minuut voor de tegenpartij om nog 6 keer te schieten. Oké, ik snap hem. Inderdaad, om ons nog harder in te maken. Hier, zo. Maar niet nu. Er staat iemand van ons gewoon AFK. Ja, wat denk je? Die heeft hopen lang opgegeven. Dus kun je nog een trollen. Oh. Doe iets, jongens. Doe iets. Oh. Ja. Nee. Fuck jou diep in je aarschool. Nee, dank je. Ik zeg ook niet dat ik het doe. Oh god, nog 30 seconden. 30 seconden voor onze officiële afgang. Ja, die 30 seconden kunnen me vrij weinig schelen. Van mij betreft is het nu al. I guess. Jongens, waarom... You win some, you lose some, you... Mogen we al opgeven? Kunnen we al verliezen? Ja? Een van ons team is het al gedaan volgens mij. Kan de tijd al misschien gewoon stoppen? Die Oeganda, wat de fuck is dat voor cheater?
Hij speelt gewoon goed, maar in mijn boekje ben je dan een cheater als je beter speelt dan hij. Oh, hij Echt, in sommige potjes duurt het de laatste seconde 6,5 minuut. En in dit potje eindigt het al voordat de laatste seconde überhaupt in beeld komt. Ja. The fuck. Oké. Okay. Beste gamefans. Dit was hem weer. We hebben gewonnen. You win some, you lose some. You definitely lose some. Ja, ik wil jullie natuurlijk bedanken voor het kijken. Vergeet ook niet op, als je op Stargamers kijkt, natuurlijk op Cortex Gaming te abonneren. Ik zet even een linkje ergens in beeld. Hieronder, boven, links, rechts, onder. Klik maar rechts. Komt vast even in orde. En kijk je dit op Cortex Gaming op het YouTube kanaal, vergeet dan ook niet Stargamers te checken. Link staat onder in de descriptie. En dan zien we jullie als het goed is volgende keer weer terug bij een nieuwe Stargamer speelt. Wat het is, weet ik ook nog niet. Dat verzinnen we altijd letterlijk 2 seconden van tevoren. Dus beste gamefans, ik wil jullie bedanken zoals altijd is. Bedankt voor het kijken, bedankt voor het liken en tot de volgende keer. Mazzel! Later!